Glennis Grace maakt een triomfantelijke comeback op muzikaal gebied met haar nieuwste single Zeg Niks, die op 15 maart wordt gelanceerd. Vol trots deelt ze haar gevoel van toewijding, waarbij ze voor het eerst het idee heeft dat ze iets heeft gecreëerd dat de hele wereld mag horen. Terwijl ze haar nieuwe project bespreekt, onthult Glennis dat ze nu extra kritisch is, omdat het lang geleden is dat ze iets heeft uitgebracht en de verwachtingen hoog zijn. In het verleden stond ik er ook wel achter, maar ik ben nu zo kritisch omdat ik al lang niks meer heb uitgebracht en mensen echt wat van mij verwachten. Het moet daarom wel goed zijn, deelt ze met party. Wat deze single extra bijzonder maakt, is de nieuwe artistieke richting die Glennis verkent. Niet langer worden we getrakteerd op de hoge noten waar ze bekend om staat. Ik heb dit keer geluisterd naar critici, mensen die zeiden dat ze ook wel eens een andere kant van mij wilden horen. En ja, dat ga je wel terug horen in mijn nieuwe single. Iedereen kan zich met zeg niks identificeren, denk ik. Dat is sowieso altijd mijn doel. Met zeg niks lijkt Glennis Grace niet alleen haar veelzijdigheid te tonen, maar ook te streven naar een universele connectie met haar publiek. Haar muzikale reis belooft een boeiende en vernieuwende ervaring te worden voor haar fans en muziekliefhebbers wereldwijd.